Verstopt Piet hier? Sinterklaas heeft zijn door mij verstopte paard en zijn grote boek nog steeds niet gevonden. Zij hebben nu 3 letters van de puzzel. Zal hij vandaag met de hulp van de kinderburgemeester en burgemeester Piet de rest van de letters vinden? Burgemeester Piet, die denkt dat het paard hier verstopt is. Heeft u het paard van Sinterklaas gezien? Nou, burgemeester, volgens mij niet. Maar ik heb het erg druk gehad, dus ik heb niet goed gekeken. Kijken jullie zelf maar even rond. Sint? Maar burgemeester Piet, dit is toch niet mijn trouwe schimmel? Nou ja, Sint, hij lijkt er toch op? Maar bent u uw paard kwijt dan? Ja, dat klopt, want Verstopt Piet heeft hem ergens verstopt. Sint, ik ben bang dat het paard niet hier is, maar ik weet wel waar we paarden kunnen vinden. Oh ja? Waar dan? Kom maar mee. Zo. Dat wordt mooi. Ik ben blij dat te horen, Sinterklaas. Zoals u gezien heeft, kan de kinderboerderij wel een opknapuurtje gebruiken. Meneer, is er misschien een manier waarbij ik u kan helpen? Als ik de cadeautjes bij de kinderen heb gebracht. Ja, Sinterklaas, dat kan zeker. Onze nieuwe website geeft namelijk de mogelijkheid om vriend te worden van de kinderboerderij. En vele vrienden maken het mogelijk om mooie dingen te doen met de kinderboerderij. Maar Sinterklaas, nu u toch bent, u bent binnenkort jarig. 5 december. Als kinderboerderij hebben wij wel een cadeautje voor u, wat u mee kunt nemen. Wacht u even hier, Sinterklaas, dan ga ik het even voor u halen. Sinterklaas, het certificaat als erelid van de kinderboerderij, dat ik u graag wil overhandigen. En als vast aandenken het pet van de kinderboerderij. Dank u wel. Sinterklaas, kijk, een R op de achterkant. Nou ja, hoe komt die daar nou weer op? Sinterklaas, kijk, u! Wat bedoelt u, burgemeester Piet, met u? Daar op de koe, een U. Goed werk, burgemeester Piet, zo schieten we tenminste lekker op. Sint, wacht even. Ik moet het vertellen. Is wat gebeurd. Ik ben juist gebeld hier van Marjolein. En vannacht is heel de klas verbouwd. Alle stoelen stonden in een cirkel. En er was een grote letter O op het bord geschreven. Overal hingen ook briefjes met de letter O. En Sint, wij dachten, dit moet een verstoppiet zijn geweest. L, W, Z, R, U, O. Wat een vreemd woord. Nou, dat vind ik ook. Zullen we de kinderen thuis ook vragen of dat ze misschien iets weten? Weten jullie wat het woord zou kunnen zijn? Als jullie het antwoord weten, kunnen jullie dat mailen naar sinterklaas@zwijndrecht.nl. Hier is Verstopt Piet nog eventjes. Kun jij Sinterklaas helpen met het vinden van het juiste woord? Als jij het antwoord weet, stuur dan een mailtje naar sinterklaas@zwijndrecht.nl. En oh ja, vergeet jullie niet een tekening te maken. Hiermee kunnen jullie Sinterklaas echt vermaken. Deze kunnen jullie opsturen naar burgemeester Piet. Veel plezier en succes. Groetjes, Verstopt Piet.